Start recording. Doen we gewoon nu. Hoi YouTube. YouTube, we zijn vergeten de opname te starten. Er is 5 minuten beeld gemist. We zijn professor ook tegengekomen. Die heeft ons een nieuwe Pokédex gegeven. Alleen hij was te snel weg, want hij wou deze niet upgraden. Dat is er eigenlijk een beetje gebeurd. We zijn geen nieuwe Pokémon tegengekomen, dus jullie hebben weinig gemist. We hebben een SS ticket gekregen. En daarmee gaan we nu naar Kanto. En by the way, hi YouTube! Hi. Hallo YouTube. Hey YouTube. Ja. Oké, nou, in ieder geval, we zijn dus bij de SS Aqua, want de SS N die ligt ergens op de bodem van de zee weg te rotten. Dus, vind ik eigenlijk nog steeds een beetje duister, als je erover nadenkt. Het is een sunken ship. Toet, toet! Wat doet? Ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat je Flareon nog net op de bodem van de camera net nog kan zien hier. Zie je net Flareon. En dan kunnen jullie zeggen, Flareon is zo fluffy! Ik was bij Tomoplay en ik zag daar die Flareon. En ik was dus even door die evoluties aan het kijken van, zou ik ze nou wel nemen of niet nemen? De eerste die ik vastpakte, dat was Flareon. En die kon ik gewoon niet meer loslaten. Toen was die verkocht. Zo fluffy. Ik zal hem even in beeld gooien, maar... Oh ja, jij bent je dochtertje kwijt. See if I care! Is niet mijn probleem. Loser. Mee. Moeten we naar de kapitein toe? Kapitein, kunt u even komen? Hoi. Oh, hallo. Ja, mijn dochter. Ja, want ze moeten hier een of andere film dat je hier niet gelijk weg kan lopen. Nee, ik zeg eerst, Flareon is zeker zo fluffy. Ik zal hem daar wel even pakken. Wacht, we hebben het nou op topic, dus moet ik hem nou even pakken. En anders wordt Flareon boos, begint hij dadelijk die naam van gloeiende kolen te doen. Gooi de kolen! Gloeiende kolen! Dat is de beste oude van... Hier hebben we de nieuwe Flareon. En ook zijn snoetje. Aww. Ook zijn snoetje gewoon. Aww. Jongens in de chat. Ja, nou zit ik dus met het probleem dat kan ik hem weer niet loslaten. Dus ik ga hem nou de hele tijd vasthouden. Screw jullie. Ja, dat is het nadeel van Flareon bij jou. Hé, je hebt hem zelf ook vastgehouden en jij kon hem ook bijna niet loslaten. Ja, hij hield mij bij, dus ik kon niet loslaten. Hij is zo fluffy! Dat is nou het voordeel van vuurtypes. Ze zien er misschien wel als een heet ook uit, maar van binnen zijn ze heel zacht. Ze houdt je warm. Ja. Goede dagen. Een Shuppet en een Dusknoor. Heet. Nou zit ik eigenlijk om te twijfelen. Was Dusknoor nou niet part grondtype? Ach, we doen gewoon mesblad, wat een fysieke aanval is. Hoe dat het dan beide kan raken, weet ik nog steeds niet, maar het werkt. En we doen ook gelijk Blizzard, waarom ook niet? Ga je dit jaar naar First Look? Tuurlijk. Alleen, ik hou de traditie wel hoog en we gaan dus als... Ik ga dus als Mario. Ik ben er helaas niet bij, want er zit ook een andere evenement op dezelfde datum. Klopt. En ik ben er ook niet bij, want ik zit dan... Dat hier, dat helemaal tot op de Tokio. Oh mijn god, ze zijn allebei dankzij Blizzard? Oh nee, wacht, ik dacht dat ze allebei door Blizzard waren. Maar ik ben er dit jaar wel bij First Look. Nou, ik ben er alleen op een zondag in verband met dat evenement waar dus iedereen over spreekt. Ja. Ja, ik ben er ook alleen op zondag. Want Nishikon is ook heel leuk. Gezondheid. Ja, die is ook heel leuk. Gezondheid. Maar helaas valt het op het oktober. Hij is echt veel te fluffy. Ik kan hem echt niet druk zetten, jongen. Sorry. Oh ja, Aquarion heeft die experience share vast. Uh-oh. Maar we zijn dus onderweg naar Kanto. Yay! Alle Eevees zijn fluffy. Dat zeker is, maar deze die is echt gewoon super fluffy. Deze is echt extreem fluffy. Nooo. En die heeft echt zo'n heel erg... Nogmaals, dat snoetje komt hij nog een keer even in beeld. Ik zit met zo'n hangmoordje er nog eens een keer bij, tuurlijk. Tuurlijk, Flareon. Tuurlijk, dit is geen clickbait of zo. Dankjewel, Flareon. Welke Eevees zijn er ondertussen al? Bedoel je in de game of... Als plus? De enigste evolutie die in deze game niet zit is Sylveon. In Pokémon Go heb je 3 evoluties en gewoon de Eevee. En qua plusjes...
Daar heb ik ze allemaal. Alleen op groot heb ik dus er een paar die ik nog mis. En klein mis ik Umbreon. Dus, maar daar heb ik weer een grote Umbreon. Ik kijk even op het scherm en ik zie opeens een Flareon snoepje in mijn gezicht. Oh. Een Flareon snoepje? Ja, snoepje. Oh, snoetje. Oh, nou, hij komt hier dan nog een keer. Speciaal voor Robin. Clickbait! Oké. Weer die delay. Tik hem maar. Waarom heb ik nog steeds mesblad? Mesblad. Flareon steelt de show. Maar daar heeft hij toestemming voor. Ik weet niet, Liefjong staat weer op in beeld. Oh, die is ook al zo fluffy. Oh. Ik wil dat jij proberen eindelijk een keer naar First Look te komen. Maar dan ga ik denk ik zondag. Nou, ik ben ook van plan op zondag te gaan, omdat ik vrijdag en zaterdag op Nishikon aanwezig ben. Ik ga ook lekker mee zondag. Maar ik ben sowieso ook aanwezig bij de Pokémon Go event van Gamepit. Man, ik ben over evenementen aan het praten. Bel nou eens niet zo. Komt er een Pokémon Go event? Ja. Yep. Nice. Gamepit die een meeting voor Pokémon Go organiseert. Klopt. En daarin zou dat je gewoon met een grote groep lekker rond kan lopen en Pokémon's vangen. Yep. Dus dat lijkt me wel leuk. Ja. Misschien ga ik er ook in toe. Ligt er aan, meneer. Nou, dan hebben we ook nog Tomo Party. Ja, dan ben ik op vakantie, dus ga ik niet zijn. Ben je dan ook al op vakantie? Ik ga eerst in augustus een weekje weg. En dan nog wat open. Ja. Man, dan ga je even op vakantie. Erik, hij doet het weer! Trouwens, Legendary Pokémon, ik maak me zorgen. Dat is één kantje, dat moet niet. Je hebt E.T.'s, waar maak je je zorgen om? Ja. Oh ja, dat was Ghost, hè? Garantina is toch part Ghost? Ghost Dragon, ja. Wow, idee! Garantina is Ghost Dragon. Ghost Dragon. Ghost en een draadje. Nou, het enige wat hij doet is Destiny Bond, dus ik ga gewoon Iron Tail spammen. Oh, heeft hij zijn signature move? Ik weet niet wat zijn signature move is en dan ben ik blij omdat hij die niet gebruikt. Ja, Destiny Bond is er in ieder geval niet. Nou, Destiny Bond is heel erg gevaarlijk omdat hij dan dus een Pokémon mee kan nemen. En als hij dat de hele tijd blijft gebruiken, dan kan ik hem dus niet KO'en. Nee. Ja. Dat is een slim Destiny. Of wachten tot dat zijn PP ervan op is. Wij hebben een Glaceon, Leafeon, Flareon en Vaporeon. En een Pieter Post. Ja, maar dat is een HM sleeve, die mogen we niet gebruiken. Nee. Legendary Count 29 en Leafeon wil Giga Drain leren. Nice. Nou, Giga Drain is niet echt handig in verband met het is een special attack. Maar ja, het kan Scientesis wel even. Ja, ik denk ook Scientesis dan weghaal. Dat is heel jammer, Jan Baren. Hopelijk wordt het dadelijk mooi meter. Ah, hopelijk heb je lekker weer daar. Dat is wel waar. In Ierland is waarschijnlijk wel lekker weer. Ik hoop het. Tot nu toe hebben we in Nederland alleen nog maar kleuter weer gehad. Nou, vanmorgen was het wel aardig. Maar ja, daarna. Daar was weer kleuter. En hopelijk kun je dit ook horen, dat hij niet nu weer is vastgelopen terwijl wij hierover praten. Nee, want... Gloeiende kolen, Aquarion, raak jezelf nou eens niet! Oh, Flareon used gloeiende kolen. Hoort zo, lekker surfen. Nou, Flareon, ik krijg een beetje kramp in mijn arm om de hele tijd deze positie aan te houden, dus je gaat weer netjes tussen al de evolutie. Ik heb trouwens ook een shiny Eevee ondertussen hier tussen mijn plushies. Lol. En een shiny Vaporeon. Eevee, blijf jij wel? Eevee? Ja, goed zo. Zo, lekker ontspannen. Gezellig de chat erbij. Gezellig de...
Onze Leroy die zit er gezellig bij. Ja, zoals ik. En Erik zit er gezellig bij. Yep. En dan heb je nog de andere figuurtje, je weet wel, Robinski. Oh, come on! Let's go, man! The joke is old, we know. Elke keer omdat je zo blijft reageren, vind ik het gewoon nog leuk om het je zo te blijven noemen. Inderdaad. Zolang de joke effect heeft... De zucht, de klaag. Dan is hij nog heel actueel. Ja, als je het gewoon negeert, dan is het oud. Dan vraag ik mij af, nou hebben we Flareon dus net even... Laat de shiny straks zien. Zal ik dadelijk zeker doen. Help me eraan herinneren. Stefan! Ik heb geen shinies! Zeep! Je zou je shinies laten zien! Jij bent een leugenaar. Mam, hij doet het weer. Ah, wil jij bellen? Oh. Als mijn Pokémon pijn hebben, dan kan ik ze daar healen. Zal ik daar zeker doen. Hi. And remember, kids. Keep your Pokémon healthy. Ik vraag mij af of er in Pokémon Go ook shinies zijn. Gorbis, dat is toch een... Nou ja, dat doen we gewoon op bijten. Want volgens mij is dat watertype. Wauw, het gebruikt betaalpers zonder enige effecten of iets. Je hebt een Flareon! No! Ik ook Flareon gebruiken? Dat is trouwens weer een random evolutie die we dus tegenkomen van een andere trainer. Doe maar strength. Hey Flareon, waarom gebruik je geen vuuraanval tegen mij? Dat is leuk. Nou, blijkbaar heeft is het ook gewoon een goede Flareon trainer. Die snapt wel dat dat niet handig is. Hij weet niks over een Flareon. Nee, want mijn Quick Attack is veel beter dan zijn Quick Attack. Ja, jij bent ook een leveltje hoger. Daarom is mijn Quick Attack beter dan zijn Quick Attack. En de mijne die heeft tenminste leftovers. En ook al ben je een Fire Breeder, maakt het uit. Eigenlijk is het best wel vies. Je geeft eigenlijk een appeltje die... Ja... Die half gegeten is, geef je aan je Flareon omdat die heel... Nee. Ik ben hartstikke lief geweest voor de mijne. Die heb ik namelijk het appeltje gegeven toen er nog een heel appeltje was. Oh. En kijk, de illusie is, je geeft een heel appeltje en hij gooit het weg als een half appeltje. Hij gooit het niet weg, hij houdt het bij zich. Omdat hij heeft hem van mij gekregen en daarom wil hij hem altijd bij zich houden. Nou, ik snap het al. Hij heeft een heel appeltje gegeven. Flareon heeft er zelf een hapje uit genomen, waardoor het een leftovers is geworden. Ah. Het enige is... Een dood appeltje. Het enige is, die appel gaat wel nog steeds verder rotten. Nee, wat is er? Is een appel zonder hout erbij te laten. Oh, wacht eventjes. Ik heb hier een Pokédex bij me. Wat is Corruppie? Ik heb mijn eigen Pokédex-app namelijk. Poison mij... Bug-type. Poison Bug. Volgens mij zag je paars uit of zo. Ja, maar ik zie hier al staan. Scorupi is een Poison Bug-type. Dus... IJs werkt er goed tegen, denk ik? Fire ook. Ja, maar Glaceon moet een paar levels omhoog hebben. Plus ik praat weer veel te veel, dus ik heb dorst. Dan Glaceon. Yeah. Doe maar Blizzard. Nipta. Blizzardo. Nou, het doet normale damage. Ja, maar hij komt... Blizzardo doet normale damage. Hey, serieus, wie heeft Luigi uitgenodigd? Luigi had zelf... Wat doet die in deze dimensie?
Nee hoor, Luigi zit hier niet. Die is nog steeds aan het stofzuigen. Ja. Oh. Wel rusten. Hallo Lost Colquitt. Hoi Lost Colquitt. Hoi. Hoe gaat ie ermee? Druk bezig met jouw Corino. Nou, we hebben hier in ieder geval die trainers afgeslagen. Laten we eens eventjes een laddertje omlaag gaan. To the next level. Hallo. Wat? Next level. Oh, jouw buddy. Ja, die is aan het slapen. Ik weet ook precies waar. Daar moeten we nou eerst naartoe lopen. We hebben Glaceon achter ons aanlopen. Dat is zo cute. Yay. Ik hoop echt dat ze dat ook weer in Sun and Moon terugbrengen. Dat je Pokémon achter je aanloopt. Dat hoop ik ook. Oh, en trouwens, dankzij Mewmei ben ik op een van de beste dingen ooit uitgekomen. Pokémon Go plus Pokéwalker. Een van de beste dingen ooit. En jullie, wat ben je aan het doen? Het enige is, het werkt alleen niet heel erg de Pokéwalker te gebruiken als je aan het fietsen bent. Nou, soms, ja. Hij heeft nog steeds best wel veel stappen volgens mij. Opgenomen, moest je wel kijken. Oh, Pokémon. Nee, dan heb ik niet gezegd. Hoezo naar Pokémon? Lost Colquitt, nogmaals, Pokémon Go. Ik heb daar volgens mij ook geantwoord. Maar Pokémon Go doet het ook gewoon in België, hoor. Doet het over de hele wereld. Ja. Yep. Die website die ik gedeeld heb van Gamepit, die werkt over de hele wereld. Ja. En als die dan bij Google Play Store of als je iOS hebt, als dat niet werkt, dan moet je die derde link pakken. Oh, Pokémon Go werkt wel op de fiets hoor. Jawel. Het is niet heel handig, want je moet iedere keer van je fiets afstappen. Dan je telefoon, of in mijn geval is het al helemaal onhandig, ik moet een tablet erbij pakken. Oh, ja. En vervolgens moet je daar weer op de fiets gaan stappen om weer naar het volgende dingetje toe te fietsen. Het is niet heel handig, maar het werkt wel. Ja, ik heb mijn telefoon zo in mijn zak en als ik ga fietsen, dan voel ik een trail. Dan pak ik mijn telefoon aan mijn zak en dan klik ik erop, vang een Pokémon en dan ga ik weer verder fietsen. Dus in principe, maar ja, als je tablet... Werkt het tot een snelheid van 30 km per uur. Dus in de auto ga je al snel te hard, tenzij je door een woonwijk gaat, maar ja... Tijdens autorijden wil je sowieso niet... je kan wel eens bijrijden natuurlijk, maar... Ja, maar lopen of fietsen is ook ideaal. Maar moet je gewoon lekker rustig fietsen, lekker op je eigen tempo... En het leukste is samen met een groepje. Ja, dat is vooral het leukste. Ja. Daarom, ik kan niet wachten tot jullie morgen hier zijn, zodat we samen met een groepje inderdaad... Ja, want in Friesland is er niks aan. Nee, want dan kun jij volgens mij alle gyms gewoon al bij in je uppie al pakken. Ja, ik ben de enige trainer in Friesland. I'm the only trainer in the village. Maar Lost Colquitt, vergeet niet, je hebt twee... Zeg ik dat goed? Ja. Je hebt twee links en mocht de ene niet werken, dan moet je echt die andere pakken. Van, it's not available in your country, moet je gewoon die andere pakken. In ieder geval, we hebben weer een legendary Pokémon, namelijk Articuno. Hey. Dus ga ik ook een Articuno weggeven. Wie wil hem? Getal onder de 10. 4. 388. Jongens, jullie... We gaan gewoon een Articuno weggeven, getal onder de 10. Robin, je hebt ze alle drie al, dus jij doet niet mee. Weet ik. Doe niet mee. Maar ja, vergeet niet, je moet wel Pokémon X en Y of Omega Ruby of Sapphire één van die vier games hebben en dan is het goed. Dus getal onder de 10. Het probleem is, ik heb niet echt iets goeds tegen deze legendary Pokémon. Ik zie een 6 en een 8. En 20. Ja, als je een Articuno al hebt, dan gaat het niet worden. Ik zie de enige die nog heeft gereageerd op een Smikkeltje. Dus Smikkeltje, heb jij al een Articuno of heb je een van de games? Want dan vind ik, we hebben hem nou verslagen, dan vind ik dat Smikkeltje mag hebben. Ik kan hem sowieso niet krijgen. Waarom antwoord je dan? Maar dat zijn zij! Dat zijn zij!
Ja. Ja. Oh, kijk nou, kijk. Zie je nou wel, Lost Skull Kid? Die heeft nou ook Pokémon Go. Zie je nou wel? Niet zo snel zeggen tot dingen niet werken, joh. Never give up so quick. Nee. Nee, dat is over als het over is. En het is bijna nooit zelfs over. Zelfs dan is de vraag of het daadwerkelijk over is. Oh, ik ben Zeezie. Kom, laten we een battle houden. Oh god, een Roserade. Ik haat die beesten. Heb ik zin in Zeepie? Ja, die had zin om dus te vervelen. Ik oh. Zeep, jij zeep, wij Zeepies. Ah, kom op! Zeep. Wees nou niet zo flame! Word gewoon geraakt door die Blizzard. Triangle Man heeft nog alleen een Moltres nodig. Ja, jammer, we kwamen Articuno tegen, dus we twisten Articuno ook. Kan ik dat omgooien? Kan ik wel, maar heb ik er zin in? Nee. Maar misschien hebben we dadelijk weer een name giveaway. Ik hoop het, want we gaan naar Kanto. En daar hoop ik Eevee's tegen te komen. Het liefste Jolteon of Umbreon. Of Magikarp, die moet ook nog tegenkomen. Oh ja, wat is een Magikarp? Nou, dus zeg maar een V-Pass, maar dan zeg maar de naam af. Zeg maar een V-Pass lookalike. Nou, in ieder geval Lost Skull Kid, die zien we dus deze livestream weer terug, want die gaat op Pokémon jacht. Ik heb Pokémon Go nu spelen. Ja, waarschijnlijk. Eenmaal start, dan ben je een paar uur verder. Ja. Dus. Hou er maar rekening mee. Dat je conditie aardig vooruit gaat. Ja. Magikarp is de Fibes. Ja, dat is een triangle man die hoe dan ook. Die is een troll. Wat? Hij trolt altijd over Fibes. Die moet je niet serieus nemen. Ik vind dat hij geen mute heeft gekregen met Magikarp. Oh, Magikarp staat er. Magikarp. Ja, dat vond ik wel het leukste, Magikarp. We hebben heel veel Magikarps gezien. Kar. Doe nog maar een Blizzard, want het gaat niet zo lekker naar mijn Glaceon hier met deze stomme Porygon. Tjala. Zou ik blijven kijken of Pokémon Go spelen? Ik ben er nog! Ja, maar wij gaan ervan uit eigenlijk dat je naar Pokémon Go gaat spelen. Inderdaad. Het is volkomen jouw keuze, maar... Tuurlijk, je mag blijven, maar... Ja. Ik weet in ieder geval wat ik had gedaan. Ik had de deur uitgegaan en Pokémons gaan vangen. Hey Zeepie, zoek het uit, jij son of a polywhirl, ik ga Pokémon Go spelen. Dus doei! Doei. Beter gezegd, als mijn benen niet zo moe waren, dan had ik misschien nu weer de deur uitgegaan. Was jij dan de deur gegaan? Door de voordeur. Door de deur. Waarschijnlijk was hij dan de deur gegaan. Ja, wat een grapje. Nou ja, ik kwam vandaag een wilde Wartortle tegen in mijn huiskamer. Ik heb zojuist een Weedle in mijn huiskamer gevangen. Ja, je kunt het... Lost Skull Kid, lekker gaan doen, joh. Lekker hoppakee. Ja. Lekker Pokémon Go gaan doen. Ga lekker buiten spelen. Ik ga ook eens kijken of ik eentje in mijn huis kan vinden. Ja, Robin, doei. En ga maar lekker buiten spelen. Doei. Trouwens, Robin, dan vraag ik maar één ding af. Ja. Zonder plaatsnamen te noemen, die plaats bij dat centrum waar ik het over had dat ik vandaag naartoe zou gaan. Weet je waar ik het over heb? Ja. Heb jij daar toevallig in de buurt een gym geclaimd? Nee, want ik woon niet daar in de buurt. Ik kom wel regelmatig op dat plekje, daar bij dat plekje. Ja, ik sliep. Maar, nee. Oh. Nee, want er stond toevallig namelijk een gym met een Golbat erin. En die was van Team Geel, Instinct. En daar heb ik mijn Beedrill dus gelijk eventjes bij gedropt. Nou, ik zal... sowieso, je kan de naam zien en...
Je weet dat die gewoon Robin... Zeg maar Robin. Oh, oké. Oh, ik dacht Robinski. Sorry. Ja, ik dacht het eigenlijk ook, maar toen dacht ik ineens van... Ik negeer het gewoon voorkomen hoor. Kom negeren, dan gaan we zelf wel weg. Gloeiende kolen. Gloeiende kolen. Nee, er zit geen bij mij in de huiskamer. Boehoe. Oh. Nou trouwens, nu je het erover hebt, er staat bij mij ook vlakbij een gym met ook een bolbed, maar dat is Team Blauw. Team Blauw stinkt! Hey, ja, geel. Team Rood ook. Team Geel for the win. Hier bij mij in de buurt is het echt gewoon Team Rood die constant aan het oorlog voeren is met Team Blauw en ik ben de enige die geel is. All by myself. Lost Skull Kid, als je dit kijkt op YouTube, ga naar Team Yellow als je daar kan kiezen. Ja, op level 5 kun je kiezen welke team. Kies Team Geel. Ja, Team Geel voor ons. Ja, er is te weinig Team Geel, jongens. Echt, support Team Geel. En misschien maak jij wel kans op een legendarische... Nee. Nou, ik ben er weer in de chat. Ik zal even zeggen hallo, chat. Hallo, Robinski. Hallo, ik ben chat. Ik zeg hallo. Just zeg hallo. Just zeg hallo. Hallo. He would never lose the feeling. He would never let you go. Hallo. Oké, nou, Frostwater die heb ik eventjes de experience share gegeven. Zodat we eventjes Firepower nou vooraan kunnen gooien. Want we hebben het Flareon zo lief in het volledig in beeld gehad. Dus ja, ik vind het nou eigenlijk wel iets hebben tot Flareon dan ook echt wel... Die mag nou wel eventjes vooraan staan. Articuno is mijn favoriete flying type. Dat wil niet zeggen dat je dan de blauwe team moet gaan kiezen. Nee. Want er staat wel zo'n stomme Legendary Bird Pokémon bij, maar dat heeft er niks mee te maken. Waarom heb ik Geel gekozen? Vanwege Jolteon. Waarom heb ik Geel gekozen? Vanwege Shiny Magikarp. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Ik ben een vuur Pokémon. Waarom heb ik even de rood gekozen? Ik moest, dus ik koos de Geel. Maar vlammetjes die hebben ook een gelige kleur. Ja. Dat is alleen als ze onvolledig branden. Shiny Growlithe is geel. Bij blauw, dan zou... Dat is de beste vlam. Shiny Arcanine. En sowieso vuur, dat... Het zegt het ook weer niet helemaal, want... Het ligt er maar net aan welk materiaal aan het branden is. Vandaar dat vuurwerk alle kleuren... Shiny Arcanine, probleem opgelost. Oké, ik doe maar. Nou, vanwege die reden ben ik bij Team Geel gegaan. Zie je wel, ja. Wist het. Iedereen heeft wel een goede reden om naar Team Geel te gaan. Dus ga naar Team Geel. Omdat Zeepie erin zit! Oké. Wil jij ook bij Team Zeep? Ga nu naar Team Geel. Team Instinct? Hey, niks ervan! Hashtag Team Zeep! Too soon. Nou ja, je Triforce die is inderdaad ook... Snikkeltje, als jij Pokémon Go niet kan krijgen, dan moet je naar de derde link van de linkjes die Stefan heeft gestuurd. Dan moet je ik heb geen linkjes gestuurd, dat is van Gamepit. Gamepit moet heel vaak genoemd worden. Gamepit. Ja. Net zoals die codes van de Legendary Bird Pokémon, wordt ook mede mogelijk gemaakt door Gamepit. Ja. Gamepit is love, Gamepit is life. Ja. Love life. Dus, Poison. Dus wil je Pokémon Go spelen? Vergeet niet Gamepit daarvoor te bedanken. En hoe doe je dat? Gewoon heel hard roepen, midden op straat. Bedankt Gamepit! En iedereen... Pokémon Go, dan moet je naar de website Gamepit. Heb je een iPhone? Ja, dat... Ja, ik weet... Ja! Nou, nooit... Nou, je niet meer doen. Nee, dat is een stomme keuze. Ik snap het, je dacht dat is een Eevee, maar... Ja, dat zijn de nep Eevees. Ja, pas op voor opliggers hoor, die nep Eevees verkopen. Ik ben er pas nog één ster gekomen. Flareon, word eens wakker. Flareon, wakker worden.
Maar trouwens, die derde link die Gamepad heeft gestuurd, dat is toch voor en iOS en Android? Nee, nee, dat is alleen voor de Android versie. Volgens mij nemen we volgens mij als ook een iPhone versie in hun link staan. Nou, dat iPhone, weet ik niet. Daar zou je wel leren, alleen dan moet je je telefoon gejailbreakt hebben. Het is eigenlijk niet aan te raden om te doen met je telefoon. Nee jongens, het is niet aan te raden om te doen, dus don't do it. Nee, doe straks maar even. Just don't do it, man! It's a trap! It's a lie! The cake! Just don't do it! Just don't do it. Serieus, Robinski? Just don't do it? Really? Really? Wanna be that guy? Yes. APK-bestanden werken niet. Ja, dan is hij dus afgekeurd. Dan gaat hij nu door de APK-keuring heen. Ja, hij gaat niet door naar de volgende ronde. You wanna be that guy? Nou ja, uiteindelijk wacht tot het einde van de maand en dan zal hij hoe dan ook er zijn. En gloeiende kolen! Wat? Mam, waarom heb ik nou weer een iPhone? Ik wou geen iPhone, ik wou een Android! Mam! Ah, lieve peesjes voor de kijkers. Nou ja, zelf heb ik ook geen Android. Ik heb een Windows Phone. Maar ja, ik gebruik dus mijn tablet voor Pokémon Go. Een tablet is niet het meest handige. Maar ja, als je niet anders kan. Ja. Oh, wacht, heb je tablet? Oh, dan is het wel lastig, ja. Van onderweg dan, hè? Toch? Oh ja, dan moet je weer heel... Oh, ik vind het zo'n irritante sidequest die verplicht is. Wat mag? Nee, niet Pokémon Go aanzetten. Dan ga ik het eerst eventjes vragen. Stefan, vind jij het goed als ik de linkjes van Pokémon Go in de chat ga zetten? Er is maar één link die je dan in de chat mag zetten. Die van mij. De link die ik in de video gebruik. Maar dan moet ik even naar YouTube. Want dan komen ze namelijk via de website van Gamepad. En daar heb ik met Gamepad afgesproken. Oké. Okay. Dus mocht het gedeeld worden, dan hebben wij echt inderdaad afgesproken. Hij moet via de Gamepad site. Waarom? Gamepad heeft behoorlijk zijn nekken vooruitgestoken. Dus zo, dan mogen we wel bedanken. Natuurlijk. Hij is nog niet officieel uit. Officieel is hij pas eind juli uit, maar hij is al via via te krijgen. Ja. En via via is bij ons dus via Gamepad. Ja. Dus mocht de politie komen, dan... Nee, want de developers hebben ook al gezegd van op het moment dat je hem via een APK hebt, gewoon lekker spelen. Dus ja. De klets die op internet rondgaat van ja, en dan kun je geband worden, klinklare onzin. Ja, dat zijn geruchten puur om views te krijgen. Nou, dat zijn die geruchten om views te krijgen. Het bleek zelfs tot een groep vanuit... volgens mij was het uit Afrika een groep. Die hadden die hoax geplaatst om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen in andere landen zouden gaan spelen. Zodat de servers niet zouden breken. Wauw. Ja. Dat is niet geloven. Nee, dat is echt... Dat is een van die dingen dus. Dat is gewoon bullshit. Ja. Ik heb dat soort berichten ook heel veel gezien. En dan zijn er ook gewoon mensen die dan zeggen van... Ja, kijk, want dit is een officiële statement van... En vervolgens kijk je dan op de pagina waar dat op staat. Dit is helemaal geen officiële pagina van Pokémon Go. Hoezo zou dit dan een officiële statement zijn? Er is geen bron naar een officieel bron. Er komen dus papers dat... Official. Zo. Maar goed, jongens, we zijn in Kanto, we zijn in Vermilion City. Suicune staat daar en hij kijkt nogal chagrijnig. Jongens, cadeautje in de chat. Dat was wel 2,50. Ja. Doneer nu! Nee, grapje. Die 3DS die komt dichtbij. Oh, ik hou van de muziek van Vermilion City, jongens. Oh.
Daar ga ik even naar luisteren. Oh, die muziek. Ik denk dat ik weer eens een keertje een mp3-speler ergens een keer uit mijn kast moet gaan trekken. Ik heb echt overal her en der heb ik van die oude mp3-spelers liggen. En gewoon Pokémon route muziek erop gaan gooien. Ik heb een half uur die bike muziek van Pokémon gespeeld en gefietsen. Hoe heet het? Ik download gewoon op mijn telefoon. Want ja, mijn telefoon die heb ik altijd bij de hand. Oh ja, nou hebben we dadelijk Diglett Cave en die andere route. En groeiende kolen! Hey, groeiende kolen! Groeiende kolen! Oh, legendary muziek, jongens. Rayquaza! What? Legendary count 31. Rayquaza, volgens mij zijn we die al een keer tegengekomen. Oh ja, dat is geen idee meer. Hey, trouwens, is deze niet de stad waar je nou de fake Shuckle kan vinden? Nee, dat was in Johto. En de fake Shuckle, die hebben wij al gevonden. Ik weet alleen maar niet meer wat het was, maar die hebben we inderdaad al. Het was ook een waardeloze wannabe week voor wat is. Ja, Rayquaza, je bent lelijk. Donder nou maar op. Ik heb in mijn verlanglijstje staan nog even wachten, maar ik heb ook 3 maanden moeten wachten voordat ik met mijn school naar de Efteling ging, dus geduld heb ik wel. Als je het over Pokémon Go hebt, Pokémon Go is gratis. Ja. Ja. Gratis. Zelfs wanneer de app officieel uit is, is het gratis. Ja. Dan heb je wel Pokémon Go Plus. Dat geld kost, maar dat is een optionele accessoires en die is sowieso nog niet uit. Nee. Wat is Pokémon Go Plus dan? En die is wel prijzig. Ja, dat is 30 euro. Heb je dat toevallig over die polsbandje of zo? Ja, ja, dat horloge. Ja. En het enige wat het doet is Pokémon's detecten terwijl je telefoon uitstaat. Ja. Nou, je kan er ook Pokémon's mee vangen, maar daar is niks aan, want je ziet die Pokémon's niet. Nee, het moet wel. Ja, dat is wat leuk om als je het ziet. Dus eigenlijk is het gewoon een heel simpel Bluetooth dingetje met een knopje en een RGB ledlampje en dat is alles. Meertje, die link van Gamepit is ook origineel. En officieel. Dat hij nog niet officieel in de App Store staat, wil niet zeggen dat hij nog niet uit is. Dit is gewoon volkomen legaal. Ja. Het grappige namelijk ook van Gamepit is op het moment dat ja, Gamepit iets op zijn website zet, dan is dat namelijk echt wel legaal, omdat Gamepit werkt samen met Nintendo. Dus die zal echt niet zomaar iets illegaals neer gaan zetten. Inderdaad. Dat is voor die een probleem. Dan zou ze direct een connectie met Nintendo dag kunnen zeggen, inderdaad, als ze dat zouden doen. Precies. Plus, dan raken ze ook nog eens een keer hun zeepert kwijt. Want ik ben er namelijk ook op tegen. Maar nogmaals, dat zijn dingen dat zou Gamepit nooit doen, dus echt, het is 100% officieel. Dus. Alleen, je kunt beter zeggen, Play Store die is gewoon traag. Ja. Nou, het is gewoon heel simpel. Ze weten dat het hele grote klap op de servers zou zijn. Dus ze hebben besloten om het rustig aan de hele wereld in te brengen. Ik ben boos. Ja, de beste manier is om het nog niet op de Play Store te zetten, want iedereen die niet slim genoeg is om een APK-bestand te installeren, die vindt hem nog niet. Dus dan kunnen ze de servers rustig opbouwen totdat ze alle mensen aan kunnen. En Erik, lees deze tekst eens eventjes. Hey, lees even deze tekst. If you don't mind. Could you show him any Magikarp you catch? Please? Who knows? You may catch the Magikarp of his dreams! Moeten we wel een Magikarp tegenkomen? Ja, alsjeblieft! Please! Waarom geen Charmander try, jonge man? Maar ja, aangezien dat we nou een Kanto zijn, hoeven we dus weinig te flyen. Dus ik denk dat ik inderdaad even Pieter Post even weggooi.
En met weggooien bedoel ik in de PC even gooien. En dat we eventjes onze andere sleveneten kunnen pakken. Want dan hebben we sowieso alle HM's bij ons. Alle water HM's en alle... ja, above ground HM's. Dus laten we wel eventjes Pokémon even moven. En even kijken, welke was dat nou? Onze andere HM vriend. Was dat nou Feebas? Was het niet dat je in deze tuin ook zo'n gratis Pokémon kon krijgen? Zoals? Hey, is dat een... is die weer terug? Even kijken, wat was nou onze andere HM slave? Frank. Was Frank dat? Ja, Frank was de water HM slave. Ja, maar nee, onze water HM slave dat was Barrel Roll. Doe Barrel Roll. Dus maar ik zit heel eventjes te denken, wie was onze andere... Oh ja, nou weet ik het weer. En nou gaan we dus heel erg huilen, want er zit namelijk iemand. Onze andere HM slave dat was namelijk Jaxel. Oh ja, die hadden we inderdaad helaas moeten ombouwen tot een HM slave. Wat? Oh ja, en Leroy zit nou in de Skype call, jongens. Dekking! Dekking! Wat? Op Jaxel! Nee, op Jaxel. Ja, inderdaad. Ja, Leroy, er is één voordeel, er is één Pokémon die nog niet in deze game zit. En dat is Stoutland! 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 Stoutland moet komen, hoor. Ach. Yay, we hebben Barberry Berries. Barberry Berries, Barberry Berries, Barberry Berries. Yay. Dankjewel, mam. En we hebben Habam Berries. Dankjewel, ma. Had je niet gewoon citrus berries kunnen kopen of zo? Je weet wel, berries die echt nuttig zijn. Nee, in plaats daarvan koop je Shilan Berries. Mam, je koopt te veel rotzooi! Mam, ik doe het weer. Ik ben zo verkeerd. Ja, natuurlijk, je hebt internetverbinding nodig voor Pokémon Go, nogal wie dus. Jo. Ja. What do I need? I need some stuff. Pokeballs, daar hebben we er 15 van. Laten we er daar eventjes 10 van bij kopen. Great Balls, daar hebben we er 19 van. Daar wil ik er eentje van bij, dan zijn we op een mooie 20. Yay! En Ultra Balls, daar hebben we er 21 van. Dan vind ik weer zat. En laten we dan ook maar... Hoeveel Hyper Potions heb ik? 12. Heb ik ook full heals? Ik zou er wel een paar van pakken. Ah, daar heb ik er 22 van, joh. Oh, laat hoeveel Super Repels hebben we nog? 6. Laten we er daar maar even 20 van bij kopen. Kunnen we tenminste fatsoenlijk surfen zonder elke keer een Quasar tegen te komen. Nou ja, heel veel mensen die hebben 3G of 4G op hun telefoon zitten. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die hebben geen abonnement. Ik had laatst heb ik nog met GameTubertje, dat is mijn thumbnail designer. En die heeft dus ook geen abonnement, dus die kan ook alleen maar Pokémon Go in zijn achtertuin spelen. Dus ja. Wat je dan wel zou kunnen doen, als je toevallig een vriend kent in de buurt die ook Pokémon Go wil gaan doen, die wel mobiel internet heeft, die zou dan een hotspot op zijn telefoon kunnen opstarten, zodat je mee kan op zijn internet. Het enige is, dan is het wel de vraag of hij zijn internet wil delen, want dat kost hem dan... dubbel zoveel internet. Dat. Precies. Wacht eventjes, was er nou niet een manier te choken? Nee, ik wil hier niet vissen, ik wil gewoon... ook! Ik wil gewoon daar het water in. Hoe kom je ook weer daar het water in? Er zit daar een gas... of was er weer een andere? Ik weet het niet meer. In ieder geval, ik weet dat ik nog één huisje in kan gaan. Dan gaan we dadelijk naar die route toe. En daar gaan we gewoon nog een paar random encounters doen. Dat vind ik wel mooi voor deze aflevering. En dan in de volgende aflevering gaan we naar Lieutenant Search. Hi. I love the way Clefairy opens up its arms. It's so adorable. Leuk.
Look at my darling bayleaf. Weet jij wel zeker dat het een bayleaf is? Ik geloof er niks van. Ik heb dingen gezien. Ik heb echt een shiny red Gyarados gezien. Dat was gewoon een shiny Hypno. Ja. Nogal roze. Kijk, als... Ja, ik geloof je Pokémon horen. ...bleek te zijn, dan had ik helemaal niet geklaagd, maar... Oh god, de Rapidash. Die cute, lovely, smart, adorable, irresistible, plus amazing, don't you think so? Oh, so wild, beautiful, kind, I love it, hug it, it's a warm and cut. Hij is niet over Rapidash aan het praten, hij is over Flareon aan het praten. Simply divine, I treasure it. Oops, look at the time. I kept you too long. Thanks for hearing me out. I want you to have this present. Here, pak een raar snoepje. Ja, maar is dat een rare snoepje nou voor Eevee Candy? Want dan kan ik mijn Eevee laten evolueren. In Pokémon Go. Ja, inderdaad. In Pokémon Go. Oh, heb je wel veel nodig? 25 voor Eevees. Voor Eevee heb je er maar 25 nodig. Oh. Oh ja, wacht eventjes. Hier hebben we waar Snorlax ligt te slapen en kunnen we dus het grasveld niet in. Maar volgens mij is het nog niet eens een Snorlax. Oké, dus we hebben een snap Snorlax, dus we kunnen nog niet naar Diglett Cave, we kunnen nog niet naar dat grasveld, maar we kunnen naar het bovenste grasveld. Dus we kunnen wel iets alvast exploren. Zou die Snorlax ook kunnen praten, net zoals bij Animecom? Ik heb geen idee, misschien. Hey Snorlax, zeg eens wat. Wat? Oké, eerste random encounter is een Pharaoh. En we hebben... Oeh, Shockwave! Nou wil ik zeker een Jolteon vinden. Jolteon, Jolteon, Jolteon. Jolteon hype. Jij bent geen Jolteon, jij bent een Grijmer. Oké, laten we zeggen we proberen 10 random encounters te hebben en nog 8 te gaan. Plus vissen. Een nat U. Oké, random encounter nummer 4. Is weer een nat U. Oh. Kom op jongens, de EV-hype is hoog. Erik? Ja? Ik laat de moderator ship eventjes aan jou over. Mijn opa is even lang, dus dan ben ik even beneden. Dus dan steek jullie top toe. Ik ken zelf ook nog steeds moderator hoor, dus het is niet erg als je eventjes denkt van, doei. Ja, ik ben over een minuutje of 5 weer terug. Dan ga gewoon. Ja, ga. Ja, maak er niet zo'n punt gewoon, van. Ik ben heel even 5 minuutjes weg. Ja, ik was net ook 5 minuten weg. Ja, maak er eens niet zo'n drama van, man. Ja, inderdaad. Ja, gaan we weg, hoor. Gaan we weg, hier. Dat jullie niet missen, hoor. Nee, hoor. Ik hou ook toch van jullie, jongens. Ah, dank je. Ik vind je ook heel erg lief. Mwah. Dan ga dan! Hij zit nou met zijn gezicht van, what the fuck did he just do? Ja. Taalgebruik! Sorry. Wordt toch gecensureerd. Jee, meer editwerk voor ik, terwijl dat ik eigenlijk niet in deze video's wil editen. Random encounter nummer 6. Een 20. Nee, we zouden er 10 doen, dus kijken we wel of we hier nog iets nieuws tegenkomen. We zijn tot nu toe alleen nog maar natuur tegengekomen achter elkaar. En weer een natu. Is al 7 en 20. Dan gaan we dadelijk heel eventjes in to little break modus. Break. De break is break mode of all time. Oké, dit bos zit echt vol met natu's. Maar goed, we hebben nog 2 random encounters. Het kan nog altijd zijn tot in één keer een Jolteon of Umbreon hier in één keer in het gras verschijnt. Maak mij een heel blij konijntje. Lief Jolteon. Dat is geen Jolteon, dat is een Metapod. Ja, die lijken niet heel erg op elkaar. Nee. Ik vind het een beetje zonde dat we maar in één keer gewoon een Metapod uitkomen. Ik bedoel, dat vind ik een beetje dit. Dus... Oh mijn god! Volgens mij is het een Umbreon. Geen Jolteon. Nee, Natu. Ik wou jullie gewoon keihard hard voor de gek houden. Jokie, bastard.
Did it work? Kind of. Beetje. Sorry! Mam! Hij doet het weer! Zeg dat hij moet stoppen. En nou heb ik echt weer in één keer dat ik een evolutie in één keer uit het water en dan echt lopen jullie me niet. Het was een mankie. Maar goed, YouTubers, we hebben dus 10 Pokémon random encounters hier gehad. En de meeste zijn hier natuurlijk. Dus Flareon die is met punt, punt, punt. Smiley face. Firepower is staring straight in this direction. Dan doe ik even kust aan met jullie. Wij kijken allebei straight die kant op. Waarom ook niet? Dus ik denk jullie voor het kijken. Op het leukste momentje. Laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk tijd voor hebt, dan komen jullie allemaal te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Wil je zelf nog een keertje aanwezig zijn bij zo'n livestream? In de beschrijving staat een link van Twitch. En kun je altijd op follow drukken. En heb je je notificaties op Twitch aan staan. En wanneer dat wij live gaan, krijg je dan de notificaties van binnen. Hartstikke leuk. Inderdaad. Met dat gezegd hebben, tot de volgende video. Doei! En nogmaals, sorry dat ik het begin vergeten ben. Tot we de SS-ticket en alles hebben gehaald. Mijn fout, sorry. Doei. Oh, we sluiten daar even nog één ding mee af met. Doei.